En we gaan wat speciaals doen. Wel, het is in principe niet heel speciaal, maar heel normaal. Maar voor ons de eerste keer dus heel speciaal. Zo, dat was best wel een spannend dingetje voor mij. Zullen we dan zeker gewoon niet hoe ik het moet doen? Weet het gewoon niet. Goedemorgen, het is vrijdag, laatste dag van deze schoolweek en dan weekend. En daar ben ik echt naartoe. Ik ben aangekleed, ik heb shirtje van Volcam, broek Mango, schoenen Calexis. En deze jas van Jacqueline Dion. En we gaan wat speciaals doen. Wel, het is in principe niet heel speciaal, maar heel normaal. Maar voor ons de eerste keer dus heel speciaal. Lara fietst voor het eerst zelf naar school. Primeurtijd. Pas op. Zo, dat was best wel een spannend dingetje voor mij. Sarah vond het helemaal geweldig. En ik zat toch wel ook op de fiets van oh, al het verkeer. Want het is gewoon, zeg maar, school is ochtendspits. En dan rijden zoveel auto's en zoveel fietsen en zoveel voetgangers overal. Dus ik zit dan echt helemaal zenuwachtig op de fiets. Maar ja, zij vond het helemaal leuk en het is goed gegaan. Alleen, toen kwam ik thuis en dacht ik, oh, we moeten ook nog terug. En dan is het natuurlijk ook druk. Niet zo druk als vanochtend, maar toch ook wel weer druk. Dus ik vind het nog best wel een dingetje. Maar ja, we moeten toch een keer even komen. Je kan niet alles uitstellen. En we zouden het eigenlijk al voor de vakantie doen, maar toen hebben we het niet meer gedaan. En ze wordt bijna 7, dus het is ook echt wel tijd. Maar goed, ik ga gewoon weer even in huis rommelen. Totdat ik Sarah zo weer me op mag halen, want die lunch vandaag gezellig thuis. En we zijn weer op de fiets. En ik vind de jurk die ze vandaag zelf aan heeft gedaan niet echt handig op de fiets. Dus oh, alsjeblieft Sarah, fiets niet de sloot in. Gewoon even goed concentreren. Oh, de heuvel. Is dat een heuvel? Wil je iets meer in het midden van het pad fietsen voor je in de sloot ligt? Gaan we zo lekker eten. En weer gezellig samen aan tafel. Vindt het wel leuk dat je weer tijd luncht? Ja. Eerste keer deze week. Ja, en ik heb een taartje met Noma natuurlijk. Ja, leuk hè. Zometeen ook gelijk weer de eerste zwemles. Dat is echt leuk, alleen je mag nog steeds niet kijken. Dan gaan ze daar wel binnenkort regelen dat je dan zeg maar in groepjes mag gaan kijken. Dus dan mogen er een aantal ouders per keer. Wat is hier allemaal gebeurd? En dan krijg je wel een vaste plek. Dus het is wel allemaal moeilijk. Maar dan mag je wel dus even gaan kijken hoe het gaat met de zwemles van je kind. Dus dat vind ik heel leuk. Alleen ik moet dat schema nog even uitvinden. Wanneer dan mag. Het is wel leuk dat je dan toch weer even het bad in kan. Want ja, je hebt wel een plek dat je naar binnen kan kijken, maar ze zit precies helemaal aan de andere kant. Dus ja, dan zie ik alsnog niet hoe het gaat met zwemmen. Ik krijg er eigenlijk bor weinig dan van mee. Dus ik ga daar ook gewoon even wat dingetjes halen die ik nog moet halen. Van winkels die, ja, zeg maar niet in de buurt zitten. Kijk, de supermarkt en de Kruidvat en zo, daar kom ik elke dag wel langs. Dus als ik daar wat nodig heb, is het makkelijk. Maar ja, andere winkels, die zijn vaak dan net wat lastiger. En als je het dan druk hebt, dan gaat het niet zo top. Kijk, er zit hier nog, ja, wat een vast elastiekje in de tas. Een badstof, want dat is fijn met zwemmen. Ik denk de zwemborsteltje nog en een pakje drinken. Ik heb Sarah opgehaald van school en nu is het weekend, hè? Nou, in ieder geval zwemles nog. Ik vind altijd omdat die zwemles gelijk naar school is. Nou, dat vind ik niet zo leuk. Nee, ik heb het echt heel warm. Ja, maar je zet hem nog op een redelijk warm blaas ook, dus daar ga je het niet koud van krijgen. Maar goed, het voelt pas als echt weekend na die zwemlessen. Ja. Oh, en morgen is leuk, hè? Morgen heeft Sarah een fotoshoot. Voor mijn verjaardag. Ook voor je verjaardag en gelijk voor onszelf.
Dus dat is helemaal leuk. Ja, en die ga ik natuurlijk ook in mijn map doen. Ja, je hebt dat mapje met je verjaardagsuitnodigingen. Ja, van 0 tot en met 7 dan. Nee, niet 0. Want toen gaf je geen verjaardagsfeestje, toen heb je gewoon kraamvisite gehad. 1. Ja, dus hoeveelste uitnodiging wordt dit alweer? 7. Je 7e, hè? Anders zou het mijn 8 al zijn. Ja, maar dat vind ik een beetje te snel gaan, hoor. Ik vind het al zo snel dat je nu 7 wordt. Daar ben ik eigenlijk nog helemaal niet aan toe. Nee, van net een 0. Als je dat meet. Oh, zo, ja. Ja, je hebt wel je geboortekaartje, maar die is anders. Deze doe ik allemaal ook op dezelfde maat, in dezelfde stijl. Dat was net echt een heel groot. Want kinderen moeten zich omkleden voor de zwemles. Maar dat red ik niet, want als ik langs huis ga met zwemmen, we hebben een best wel druk stuk verkeer en dan kan je heel veel tegen hebben. Dus we moeten gewoon gelijk vanuit school door. En dan is het, nu hadden we het meet, we hebben nu 3 minuten staan wachten voor de deur. Maar als we het tegen hebben, dan is het echt, gaat ze als een van de laatste naar binnen. Dus, en op school wil ze niet bij de jongens in het blootje omkleden. Nou, dat kan ik snappen. Ze krijgt nu zo'n leeftijd dat ze dat niet meer wil. Maar gelukkig hebben we wat kunnen regelen. Ze hebben wel eens weten gewoon niet hoe ik het moet doen. Weet ze gewoon niet. Gaat gewoon niet. En nu ga ik even snel langs een paar winkels rennen. Dat had ik al gezegd. Daar is mijn kleine zwemkampioen weer. Was leuk. Oh, daar is je duim. Ik wilde bijna zo doen. Oh. En nu hebben we weekend. Yes. Wij hebben net gegeten. En Sarah en Marco die zijn langs oma. Ik ben niet mee, maar ik dacht als ik nou gelijk ga editen, dan heb ik dat zo vast gedaan. Dat vond ik een heel slim plan van mezelf. Na het editen gingen we heel even tv kijken. Toen ging Marco naar bed. En toen ben ik in slaap gevallen. Dus ik ga nu snel mijn bed in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik dan even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.